Benning sluit haar deuren. Wonen in het huis van stro. Dikke boom verwolven. Beste kijkers, welkom bij het Regenjournaal van week 46. We hopen dat we weer interessante onderwerpen hebben uitgezocht. We beginnen ons journaal in Vorden. Er komt in Vorden nieuwe woonruimte voor starters. Die komt te staan op de plek waar nu nog de voormalig basisschool De Vordering staat. De gemeente verkoopt het perceel aan een partij die appartementen voor starters wil realiseren. De partij kan een projectontwikkelaar zijn of een groep mensen die zich samen verenigen in een collectief particulier opdrachtgeverschap. De gemeente hoopt dat de verkoop eind maart volgend jaar rond te hebben. Het is de bedoeling dat de appartementen in het huidige perceel komen, zodat sloop niet nodig is. Met de omwonenden heeft de gemeente in het voorjaar al een gesprek gehad. Voor ons volgende onderwerp gaan we naar Winterswijk. De gemeente Winterswijk heeft een aanvraag ontvangen om in het kantoorpand Beatrix 14 een migrantenpension te beginnen. 22 tot 24 buitenlandse werknemers zouden een plek kunnen krijgen in het kantorenpand Beatrix 14. De buurt houdt echter de ontwikkeling goed in de gaten, want tot op heden zijn ze nog niet ingelicht. Deze week ligt het plan ter inzage op het gemeentehuis. Op de buurt-app is te constateren dat de buurt er niet zo happy mee is. Volgens wethouder Gosse Visser heeft het college het plan nog niet inhoudelijk beoordeeld. De bestemming kantoorpand zou moeten veranderen in logiegebouw voor migranten. Wie de aanvraag heeft ingediend, wil de gemeente nog niet bekendmaken. Volgens ondernemer Henk ten Dolle zit er op het park van alles. Het Beatrixpark is een verzameling kantoren tegenover het streekziekenhuis Koningin Beatrix. Nummer 14 is al eerder verhuurd geweest. Meestal kreeg men nul op het request. Ten Dolle is nu tevreden over de aanvraag die is ingediend en hoopt op een positieve beoordeling. Het derde onderwerp betreft eveneens wonen, maar dan in Lichtenvoorde. Hier worden maximaal 135 statushouders gevestigd en die komen te wonen aan de Kiewietstraat. Het gaat om tijdelijke opvang tot 1 september 2023. Daarna zal de locatie gebruikt worden voor bewoners van Azora, wonen, zorg en welzijn. Iedere gemeente heeft tegenwoordig de verplichting om een bepaald aantal statushouders te huisvesten. Statushouders zijn vluchtelingen die de asielprocedure hebben doorlopen. Zij hebben een verblijfsvergunning voor tenminste 5 jaar en mogen in Nederland wonen, werken en onderwijs ontvangen. Ze worden begeleid door de gemeente voor onder andere inburgering. De gemeente verwacht de eerste statushouders voor 1 december te verwelkomen. Het grootste deel komt voor 31 december. Na september zullen de statushouders doorstromen naar andere woningen in de gemeente. De buurt is op de hoogte gesteld en het lijkt erop dat ze positief staan ten aanzien van de komst van de statushouders. De voorbereidingen voor de komst van de statushouders zijn in volle gang. Voor het volgende onderwerp blijven we in Lichtenvoorde. De dierenspeciaalzaak Jan Benning aan de Patronaatstraat gaat per 31 december sluiten. Hij heeft geen opvolger en hij vindt het wel welletjes op 80-jarige leeftijd. Hij begon zijn zaak met een rijdende SRV-wagen en volgens ging hij over naar een kleine supermarkt met aparte dierenspeciaalzaak. De supermarkt verhuisde later en werd C1000. De dierenzaak groeide uit tot een dierenspeciaalzaak met regiofunctie. We zijn hier in Discuszaak Benning. Hier voor mij staat Jan Benning, de eigenaar en oprichter van deze dierenspeciaalzaak. Jan, wat hebben we gehoord? U gaat sluiten. We gaan helemaal sluiten. Geen opvolgers. En zodoende ga ik toch sluiten in verband met mijn leeftijd natuurlijk. Ja. Ja, en hoe lang heeft deze zaak nu bestaan? Die bestaat 42 jaar. 42 jaar geleden, toen bent u hier begonnen? In 1980. In 1980. En, maar ja, u bent niet alleen bekend van de dierenspeciaalzaak. Hè? Hoe bent u eigenlijk in het vak terechtgekomen? Ook nog via de supermarkt. Eerst is hier in de winkel een supermarkt geweest. Na de hand in een sportzaak of aan de lei. Op het lage gedeelte. En later heb ik het bedrijf van Roemaat gekocht.
En toen hebben we hier helemaal dieren speciaals aan van Rijk. En eerst was het op die kleine stuk van wat André van der Leij zag. Ja, maar als we dan helemaal kijken van vroeger, we kunnen u vroeger ook zien vanuit de straat. Hè? U had vroeger toch een SRV-wagen, toch? Eerst had ik een SRV-wagen, daar werd mee gestart, ja. En nog een poosje, laten we zeggen, met Coberco gewerkt, gewoon melkboer en later voor mezelf met SRV-wagen, ja. Ja, maar ja, we zien hier een prachtige zaak. Eigenlijk zo langzamerhand worden de schappen een beetje leeg. Ja. Maar waar moeten we deze dierenliefhebbers van Lichtenvoorde dadelijk naartoe? Ja, dat is een vraag, maar dat zal ik niet weten. Maar er zal nog wel wat overblijven hier in de regio, denk ik. Ja, ja, ja. En wat was eigenlijk normaal gesproken de specialiteit van Discus Bennink? Hoe omschrijft u de klandizie die u had? Was dat meer honden, was dat meer aquaria's, was dat meer vogels? Ja, in het begin was het met de import en export, toen was het meer vogels allemaal. En later was het in totaliteit en ik hou een hele regio, om te zeggen, bekendheid hier in de hele Achterhoek in Duitsland, een deel, ja. Ja, want ze komen uit Heineveer, komen ze hier naartoe, hè? Ja. Ja, ja. Hoe lang is de zaak nog open en wanneer stop je definitief? Ik hoop tot 31 december te open te houden en alles te kopen met een hoge korting van 40-50%. Dus mensen, zorg dat je er op tijd bij bent. Dat je er op tijd bij bent. En ik begrijp dat de overige personeelsleden, die hebben inmiddels alweer een nieuwe functie gevonden. Twee hebben er weer een nieuwe functie, twee dames. En Barry, die is 20 jaar geweest, die zal dan ook hopelijk een goede baan weer kunnen krijgen en zo. Dus, ja. Ik geloof dat u daar volledig vertrouwen in hebt. Ik heb dat vertrouwen in. Hij wil wel werken, dus dat komt wel goed. Nou, ik zou zeggen, namens alle dieren hier Lichtenvoorde, mogen we je danken voor zoveel jaar dieren speciaalzaak. Ja, ik mag de mensen allemaal bedanken die het een jaar hier zijn geweest. En ik hoop dat ze een goede plek op een andere locatie of winkel kunnen vinden dat net zo goed is als wij. Ja. In de winkel werd een groot assortiment aangeboden van onder andere vogels, vissen, aquaria, hengelbenodigdheden en nog veel meer. Na de stop op de verkoop van vogels kwam het accent te liggen op honden en aquaria. Hij heeft geen spijt van de sluiting, want hij wil zich nu toeleggen op andere dagelijkse bezigheden. De uitverkoop is inmiddels begonnen en hij hoopt dat veel klanten de weg naar zijn winkel kunnen vinden. Hij geeft hoge kortingen en er zijn veel aanbiedingen. Gelukkig hebben al zijn medewerkers een andere baan gevonden. Het volgende onderwerp gaat over een revolutionaire ontwikkeling in de bouw. Het betreft het gebruik van stro in de sociale woningbouw. Volgens Pim Hondeveld uit Gelselaar en Peter Davids uit Neede gaat het volgend jaar in de Achterhoek gebeuren. In de particuliere woningbouw wordt het al toegepast, maar nog niet bij de bouw van huurwoningen. Volgend jaar worden er 2 starters en 3 seniorenwoningen opgetrokken uit stro. Dat gebeurt met elementen van Straw Block System uit Gelselaar. Het bedrijf van Hondeveld. En hij werkt nauw samen met Davids, die een bouwkundig ontwerp en adviesbureau in Lochuizen bij Neede heeft. Hij heeft een kantoor dat al van stro gemaakt is. De bedoeling van het duo is dat het gebruik van stro veel meer wordt toegepast bij huurwoningen. Zij zijn er al van overtuigd dat dit de toekomst is en veel gebruik zal gaan worden. Alleen is het gebruik nu nog vrij duur omdat het te weinig gebruikt wordt. Bij grote aannemers is het nog onbekend en dat drijft de prijs op. Het stro wordt nu nog uit Groningen gehaald. In de toekomst moet het dichterbij gehaald kunnen worden. Volgens Duo moet het proces nog optimaliseren, zodat het betaalbaar wordt en meer voor- dan nadelen heeft. Goedendag, hier voor mij staat de heer Pim Hondeveld. We zijn hier in een hele speciale woning, het is hier zeer aangenaam. Waar zijn we hier precies beland? Ja, jullie zijn in Gelselaar beland, in een prototype gebouwtje van stro. Het is geen woonhuis, maar het is een comfortabele ruimte. Het is eigenlijk een beetje een nieuw concept van het manier van bouwen, begrijp ik, hè? Bouwen met stro is eigenlijk al heel oud. Maar wij hebben wel een nieuw concept ontwikkeld. Eigenlijk maken wij geprofileerde blokken van stro, die we verwerken in een prefabrement. En
die nog weer samenvoegen tot grotere gevelelementen, dat je dus heel snel kunt bouwen. Ja, want het is eigenlijk een systeem van vroeger, maar het wordt gelukkig weer toegepast. Heeft het ook mee te maken dat het met de huidige klimaateisen en de stikstofcrisis waar we nu middenin zitten? Het is natuurlijk een enorme milieuvriendelijke manier van bouwen. Zoals de huidige bouw is natuurlijk best wel belastend voor ons milieu en ook klimaat. Dus een andere manier van bouwen die minder belastend is. Ja, en die belasting die ligt met name door inderdaad dat het product nagenoeg hier in de buurt aanwezig is. Hè? En dus eigenlijk geen hele voorbewerking nodig heeft, begrijp ik. En het is natuurlijk plantaardig. Het groeit ieder jaar weer in onze eigen achtertuin, bij wijze van spreken. Wij halen het nu nog uit Groningen, omdat eigenlijk, als je kijkt naar 70 jaar geleden, toen de helft van Nederland in de lengte doorgesneden stro was, of graan was, dat is natuurlijk helemaal door de intensieve landbouw helemaal teruggedrongen. Het is nu eigenlijk in Nederland maïs en gras. Dus wanneer we dat weer een beetje terug zouden brengen, we hoeven niet zo te worden als 70 jaar geleden, maar het concept van betere aansluiten van de bouw bij de landbouw, dat we die twee zouden kunnen combineren, dat zou een heel geweldig goed concept zijn om de uitstoot te verminderen. Ja, want dat is eigenlijk een win-win situatie, begrijp ik. Ja. Ja. En u zegt van, we staan natuurlijk voor stro. Stro is vaak een onderstengel van een graanproduct. Hè? En met name wordt er dan toch voor roggensteren gebruikt, begrijp ik? Ja, roggen zou ideaal zijn, maar dat is een ideaal stro. Heeft lange halmen, is een ideaal stro om ook mee te bouwen. Hoe langer de halm, hoe beter eigenlijk voor het concept om mee te bouwen. Ja, dus het is voor de aannemer eigenlijk even omschakelen in dit product, maar we zien dat eigenlijk al hele huizen gebouwd worden met deze segmenten, ja, van stro. Ja, ja. En wat is het voornaamste fijne eigenschap van deze strohuizen? Ja, het comfort. We zeggen wel de isolatiewaarde, maar eigenlijk is het een comfort waar je zit. Want het zijn ademende wanden. Eigenlijk is de conventionele bouw is juist het omgekeerde. Daar maken we alles zo dicht mogelijk, moet het zijn. En dan gaan we mechanisch ventileren. Maar in zo'n gebouw hebben we eigenlijk een natuurlijke ventilatie, omdat de wanden die ademen. Juist, en als we dan kijken naar hoe lang gaat deze wand mee, hoe lang blijft deze woning staan, blijven die voor altijd goed? Ja, de oudste strohuizen staan natuurlijk in Amerika. Die zijn gebouwd eigenlijk toen de eerste strobalenpersen op de markt kwamen. En ja, dat is rond 1880 is dat geweest. Toen zijn ze in Nebraska, in Amerika, zijn ze ook huizen gaan bouwen met stroowater. Dus, en dat doen wij net even iets anders. Wij bewerken eerst de ruwe baal, daar maken we een profiel in, dat we geprofileerde blokken krijgen. Dus ook met messing en groef is mogelijk, maar dan kun je zien dat we zetten de constructie in die groef. Dus dat, en we hebben inwendig in de stro zitten, niet aan de buitenkant. En het is dus eigenlijk ook qua brandpreventie is het een super concept, omdat het in het stro zit en de buitenkant van de stro, dat werk je af. En dan is het door die leemlaag, is het dus, of kalklaag, is het beschermd. Ook de constructie. Ach, goed. Heeft ook weer twee voordelen weer dus. Ja. Ja. En u zegt dan leem of dus stroom mag wel op een bepaalde manier afgewerkt worden, maar niet luchtdicht afgewerkt worden. Nee, het moet met een dampopen materiaal afgewerkt worden. Ja. En het stro is ook dampopen, dus een dampopen afwerkmateriaal en dat is leem en kalk. Kalk is meer weersbestendig. Dus kalk aan de buitenkant, leem aan de binnenkant. Voor ons laatste onderwerp gaan we naar Laren.
Op het landgoed Verwolde staat een imposante zomereik die ontelbare keren is gefotografeerd en in 2018 is uitgeroepen tot boom van Gelderland. De leeftijd van de boom wordt geschat tussen de 450 en 500 jaar. De omtrek van de stam meet bijna 8 meter en de hoogte is 25 meter. De dikke boom is de grootste zomereik van Nederland. 250 jaar geleden werd deze woudreus bijna omgezaagd. Een molenaar wilde 2 molenassen uit een gigantische stam zagen. De toenmalige baron van het landgoed vond het gelukkig niet goed en zo bleef hij er leven. Op het landgoed staan meer bijzondere bomen. Bijvoorbeeld de restanten van oom Frits. Een eik die in 1791 geplant is ter ere van de geboorte van Frederik van de Borg van Verwolde. Een bezoek en een wandeling zijn zeker aan te bevelen. Beste kijkers, dit was het Regiojournaal van week 46. We hopen dat u met interesse heeft gekeken. Tot de volgende keer.